Jong mensen, dit is weer een nieuwe Minecraft video. Zoals je weet, achter de schermen ben ik een stukje weggegaan. Ik ben er ook. Hij is Sam, check even zijn kanaal met Stessen. En zoals jullie weten heb ik laatst een huisje gemaakt. En die heb ik achter de schermen even afgemaakt. Dus, en ik heb wat wol voor een bed, dus. Dus dat gaat weer helemaal prima worden. Heb je al voor een deur? Nee, dat moet ik nog doen. We moeten nog een deur maken, ja. Gelijk deurtjes. Moet je alleen dat blokje nog even slopen. Zo, dan ben ik trouwens zo meteen ga ik even op avontuur. Ik laat wel even... zo meteen op avontuur, dus... Naar... Ja, kool en zo. Ja. Je hebt tenminste een ijzeren pickaxe, daar ga je mee hakken. Je moet ik laat wel even dit hier. Ugh. Ik heb geen eens een kist, wat zit ik hier te zoeken? Ik probeer allemaal spullen in mijn werkbank te stoppen, maar dat gaat niet doen, Milan. Het enige wat ik hier kan vertellen. Hout moet ik hebben. Deurtjes niet per se, eten niet, een tuintje zo niet. Als je pik, ik zou ook een hier zo naast doen, naast het bed. Ja, dat is logisch. En ik moet straks ook een nieuwe pik hebben. Ja. Ik heb eerst stenen en shit nodig. Dus. Hier staat er meteen steen. Voor je deur. Nou. Het regent. Dag. Ik wil kijken, een grote paddenstoel. Wat? Wow. What the fuck? Je moet ook naar armen. Oh ja, daar kreeg je stokjes van die plantjes. Ja, wat heb ik er aan? Ik heb er al 64. Ja, nu heb je de 64 aan 10, dus 74. Ja. Ja, ik kan ook wel rekenen, hoor. Maar hier is niet zo zeekoe, waar? Die bestaan niet op Minecraft. Wat is het dikste dier op aarde? Potvis. Zeekoe! Nee, potvis hoor. Ja, de potvis. Blobvis. Nee, de blobvis is zo. Die is fucking klein. Oh, ik zie wat leuks. Jullie weten dit nog niet, maar ik hou van dit soort dingetjes. Oh. En wil niet zeggen. Zijn we weten wat ik bedoel. Ja. Ik weet het wel. Ja, nee, niet van dit soort dingen, dat vind ik gewoon raar. Maar dit. Daar ga ik altijd onder staan. Wat? Ik zag een zandblok. Een mooi trappetje. En dan heb je suiker, daar nog suiker eet. Sugarcane. En daarachter ook nog, hè? Voor de woestijn. Sugarcane. Voor dat ding. Achter. Nog een sugarcane. Hey, konijn. Hallo, sugarcane. Maar eigenlijk is dit met die mod nieuw, hè? Nou, wij hebben geen mod. Waar ben je van? Nee, update is dat nieuw geworden. Dit? Nee, dat land. Dit. Nee hoor, dat is al best wel lang zo. Ja. Echt ik wil wel door een update. Ja, dat is logisch. Alles komt door het update. Ja. Maar als je nou, alles komt niet door een update. Want als je voor de eerste keer Minecraft gaat spelen, dan heb je al meteen een... Een eigen wereld. Voordat je Minecraft moet installeren, moet je eerst altijd een update doen. Ja. Als je die niet doet, kan je niet spelen, want dan heb je niks. Nee, dan heb je alleen maar water of zo. Nee. Je spant dan gewoon in de lucht. En dit heb je dan niet. Dit heb je dan niet. Weet ik veel, je kan niet plaatsen. Je kan niks. Heb je helemaal niks te zien. Je kan nog ineens lopen. Nee. Kak. Voel je me wel goed? Nu wel. Sorry mensen. We filmen even niet goed. We? Ik bedoel even je. Niet goed. Ik ja, jij. Je. Maar ik zei het even. Dus jouw kanaal niet? Nee, maar ik zei het wel. Oh kak, sowieso dat ik ben raar. Hoe je als ik het huisje weg kwijt bent. Dan weet je als nog maar een eiland is, ding. Ja.
Sugar Cane is daar op. In de Upper Island. What the fuck. En dan moet even je bek dicht houden. Waarom? Daarom. Omdat ik het zeg. Dus, maar als jullie nog trouwens ideeën hebben voor mijn survival, dan mag je dat gewoon achterlaten in de reacties. Dus. Want ik heb al een andere survival, daar ga ik binnenkort ook mee aan de slag. Heel en daar heb survival. Ik al... Nee, dat niet. Ik ga dan wel deze met Herobrine survival. Hoe wil je dat doen dan? Herobrine bestaat niet. Herobrine survival. Dat bestaat niet. Dan gewoon tegen mobs vechten. Ja, maar dan ga je niet mijn PlayStation doen. Gek of zo. Op de computer. En dan moet je eerst Minecraft kopen, hè? Moet je dat kopen? Ja, wat dacht je anders? Dat je het zo kon installeren? Ja, de rivier, dat zou ik wel willen. Ah, kak. Had ik niet te spawnen niet. Nu moet ik geen parkour, maar is dat oké wel? Ja, dat ben ik wel. Een game ja, is beter. Dat is een 5 jump, hè, dus kan je niet halen in Minecraft. Game kan maar vier is nog wel beter. Keer. Noah. Hij kan niet tegen ice jumps. Maar wat doe ik hier? Ice jumps. Nou, je had dat niet echt. Ja, echt wel. Jij bent maar één sprongen. Ja, ik spring gewoon over het ijs. Zo moeilijk is dat niet. Ik hoop het ook een iglo vindt. En op het ijs ben je sneller, dus daarom ga ik via het ijs. Ja, dat is zo. Iglo. Soms vind je iglo op ijs, mensen. Ja, ijsjumps. Ja. Dat game niet haalt het wel hoor. Oh! Ik ging even zelf omhoog kijken en dan ook niet doen. Oh. Nee! Je sprong verkeerd. Je bent standaard niet allemaal op de goede plek. Je moet echt dit doen. Nee. Het was 6 jump of zo. Dus je kan nog ineens kunnen halen. Nee, maar op ijs glij je door, blinde kip. Wauw. Hou jij je fucking bek dicht. Sla me maar, film het maar. Heb je dat gefilmd? Nee. Ja, echt wel. Ja, dat zag jij niet. Nee, doe je benen zo. Nee. Doe benen aan de kant. Oh, ik zag ijs groeien. Waar? Hier. Een blokje ijs er. Kijk. Kijk hier. Maar dit haal ik ook nooit. Nee, dat is op ijs begin je heel sloom te lopen in het begin. Dus dan kan je dat nooit halen. Oké, ik ga weer daarheen. Ben je helemaal een heel stuk verder, hè? Heel ver. Oh, je hebt geen monsters aan. Jongens, Milan is wel pro, maar hij heeft zijn monsters aan. Maar hij was ook vergeten. Doe dan dat ik het aan dan. Nu niet. Hoe wil ik dat doen dan? Gewoon afsluiten, heb ik een keer aan. En dan weer... Nee, ik ga nu niet afsluiten en helemaal alles doen. Echt niet, ik ben niet gek. Volgende keer staan de monsters aan, jongens. Is de noob hier naast mij dat zo graag wil? Ik ben geen noob, ik ben pro. Nee, je bent noob. Ik kan gewoon dikke files maken. Je bent noob. Oh ja? Ja. Geen controle, maar dan kan ik niet die kuis bouwen. Van de blokken die ik allemaal heb? Nee, die ga je lekker hakken. Ja, dan waag je. Wah! Dat god. God, je ging toch op avontuur? Ja, maar niet per se in een grot hoor.
Als ik op avontuur ga, betekent dat niet dat ik echt in een grot ga. Denk je alleen maar weer dat je Minecraft noob bent. Nee, niet aan wat ik wil. Want ik diamond wil. Je kaart moet je ook hebben voor als je naar beneden gaat. En je moet een campback in de diamond. Noah. Weet je welk niveau je moet zijn. Noah. Ik weet automatisch op welk niveau ik ben. Maar misschien staat het wel hier ergens. Misschien, dat weet je niet. Sugarcane. Ja, ik heb er al 20. Sterker nog, ik heb er maar 1 ga nodig. Ga je een paard pakken, zometeen? Nee. Die is daar naartoe. Ja, dan moet ik wel naar een monster spawnen. Maar je hebt in ieder geval wel een harnas. Ik zag een dorpje. Zagen jullie dat ook, kijkers? Ja. Misschien is er daar wel een villa. Dat heet geen villa. Wat dan? Village. Village. Hey, doof of zo. Kan je geen Minecraft taal spreken? Nee, kan ik niet. Ik heb nooit van Minecraft taal gehoord. Poensie! Poensie! Oh god. Oh hemel. Wauw. Oh hemeltje lief. Nee, geen village. Ofwel. Er zit al een chest in. Nou, deze keer zit het rechts, want daar zat deze keer zit het er niks in. Nope. Helemaal niks. Deze keer zit het er niet in. Maar wacht even, volgens mij zit hij wel. Ja, werkbank. En boekjes. Hoe kan jij ruilen überhaupt? Ja, ruilt niet zoveel. Ja, die zitten hier twee. Oh, bescherming van. Ja, echt niet. Dat is hetzelfde als die. Hier gaat nooit iemand in. Wat een huis met een deur. Geluk. Oh, die is nog best wel goed. Die jou hou ik hier. Zo. Als die hier niet blijft, dan weet ik het niet. Go, Power Rangers! Oh, kak. Je filmt de hele tijd niet goed, hè? Oh, wat ben jij nu op het filmen? Noah. Wie is het nu met filmen? Ik. Nou, ik ga wel lekker verder. Wie is het nu? Wie is het nu met filmen? Even wachten, ik zo. Misschien willen we een handig een kist afpakken, jongens. Lukt niet, hè? Wacht op. Ik sluit bij deze keer de vlog hier af. The fuck! Deze Minecraft video. Leuk dat jij hebt gekeken naar deze video. Ik span. Volgende keer zit ik hierin. In het gaatje. In dat. In dit gaatje. Als ik daar niet zit, duidelijk achter de schermen wat gedaan ben, dan vertel ik dat wel. Tot de volgende keer.